Voor de tweede dag op rij zijn de camera's van de Vuelta gericht op het rood-wit-blauw. Gisteren reed Nicky Terpstra in de aanval met 5 man, nu met 2. Zabriskie en Miller van Garmin. Het peloton laat het drietal een tijdje vooruitrijden. Het pakt 13 minuten en dan is het dalen, dalen, dalen richting de slotklim van 6 kilometer. Een mooi klusje voor klassementsleider Igor Anton. Deze klim, de Peña Cabarga, met steile stukken aan het slot. Op 20 kilometer van de finish gaat Zabriskie overboord. Blijvend vooraan over David Miller en Nicky Terpstra. 14 kilometer verder, valpartij in het peloton. Daar gaat iemand van Euskaltel. En nog één. We kijken en daar ligt Egoy Martinez. Gewond aan de schouder en achter hem reed zijn kopman. En die staat hier, Igor Anton, de drager van de rode trui. De nummer 1 van de Vuelta, geblesseerd aan de elleboog. Het ziet er heel slecht uit. En dat gebeurt op het moment dat de slotklim naar Peña Cabarga begint. Liquigas opent en Anton zit in de auto. Einde Vuelta. Op dat moment hebben Terpstra en Miller nog een kleine voorsprong. Maar ze houden stand en Terpstra heeft nog wat overblijk straks. Daarachter komen ze al, de echte klimmers. Nibali is er, Rodriguez, Tondo. Wie gaat de rode trui pakken? Nibali staat tweede in het klassement en is nu dus virtueel leider. Maar wil hij dat leiderschap luisterend bijzetten met een ritzege? Het lijkt er wel op. Terpstra solo. Miller capituleert. En Terpstra heeft een beetje versneld. Het gaatje is klein, maar de laatste 2 kilometer van de klim zijn verschrikkelijk. En Nicky Terpstra is nou niet bepaald een klimgeit. Op 1700 meter van de finish komt de eerste aanval. Die komt van Jacobeo. Dan denk je Mosquera, maar het is wel degelijk Garcia da Pena. Hij verlost Terpstra min of meer uit zijn lijden. Knappe poging, andermaal van de Nederlandse kampioen, maar het mag niet baten. Daarachter heeft Kees Depagne een verdraaid slechte dag. Brouzeguin is gevallen en verliest een dik kwartier. Ook Plaza en Uran. Dik verlies vandaag. En daar komt Nibali. Hij is dus al leider, nu Anton er niet meer bij is. Maar Nibali wil meer. Nibali wil de rit winnen en afstand nemen van de anderen in het klassement. En dan met name Tondo en Rodriguez. Woensdag op weg naar Andorra leerde Nibali samen met Anton deze Rodriguez een lesje. Nu lijkt de Spanjaard hersteld en hij nadert Nibali. De Italiaan kijkt om en daar zijn ze. De 2 beste klimmers van deze ronde van Spanje. Zeker nu Anton er niet meer bij is. Het verschil tussen de 2 in het voordeel van Nibali in het klassement is 32 seconden. En dan gaan ze denken aan de ritzegen, maar ook aan bonificatieseconden. Rodriguez, nu wel goed. Woensdag in Andorra niet. Nu richting de ritzegen. En dat zou zijn voor het eerst sinds 2003. Nibali parkeert, maar handhaaft zich en weet dat hij de leiderstrui overneemt van Anton. Ritzegen Rodriguez. Hij nadert Nibali tot op 4 seconden. En 2 minuten later komt Terpstra als 16e binnen. De nieuwe leider in de Vuelta heet Vincenzo Nibali.